with Belgian fruit growers and breeders, Colruyt Group has developed two new apples, Magic Star and Corifee. Wij als fruitveredelaars, Zoek en Fresh Forward, we hebben twee rassen gecreëerd voor Colruyt Group. Die hebben zij geselecteerd en die hebben zij ook laten testen door een smaakpanel van consumenten. Vandaag de dag is iedereen heel veel bezig met gezond leven. Gezond leven is ook gezond eten, groenten en fruit, variatie. Ja, het is eigenlijk een opportuniteit op korte termijn om een breder assortiment aan te bieden aan de Belgische consumenten. Sustainability and local production are of great importance to Colruyt Group, so they want to permanently strengthen Belgian craftsmanship. Het is heel belangrijk voor ons dat Colruyt Groep bij ons meedoet, samen investeert. Want een nieuwe ras in de markt zetten is toch heel moeilijk. Het is ook kostbaar en het heeft altijd geen garantie op slagen. Dus nu we het samen doen, denk ik dat het toch zeker veel gemakkelijker zal zijn. Colruyt Groep heeft wel de visie om te zien dat we vooruit moeten denken. De fruitteelt moet je lange termijn denken, dus je moet enerzijds denken aan de tendens die komt. Fruitteelt van de toekomst, minder gewasbeschermingsmiddelen, daarop moeten we inspelen. De uiteindelijke doelstelling is om de klant van Colruyt Groep een lekker Belgisch product aan te bieden. Een zeer smakelijke appel. Een appel die milieuvriendelijk zal geteeld worden. En die wij zeker residuarm zullen in de markt zetten. But if you want to taste the new apples, you'll have to wait a while. The first harvest is expected to be on sale in the autumn of 2019.